Van 21 tot 27 november vinden de Retail Clean-up Days plaats. De 380 vestigingen van Colruyt, OK en Bioplanet en een deel van de 220 zelfstandige sparwinkels doen mee aan deze nationale opruimactie. Onze parking wordt over het algemeen proper gehouden, zowel door de kuisdienst als een stuk door het personeel zelf. Vandaag gaan we dus ook ons actieterrein vergroten en we gaan de straten rondom langs gaan om het zwerfvuil weg te houden. De bedoeling daarvan is om klanten te inspireren, mee te werken eigenlijk aan het weghouden van zwerfvuil. Deze actie is een nieuwe stap binnen het vijfjarenplan Samen voor Minder Zwerfvuil, dat Colruyt Group vorig jaar lanceerde om een gedragsverandering te realiseren. Ook Vlaams minister Joke Schouwvliegen kwam mee opruimen. Ik geloof daarin, we moeten dit ook wel een kans geven. Zwerfvuil ergert alle Vlamingen, maar toch zien we dat het jaarlijks 60 miljoen euro per jaar kost aan alle Vlamingen. Dus we moeten op alle vlakken die strijd aangaan. Ik denk als iedereen een kleine bijdrage levert, dat het toch allemaal een beetje mooier is en wat properder.